Die was lekker, hè? Wat dacht je? Ik sta zo vrij, ik moet hem wel maken. Ja, maar ik twijfelde nog wel hoe ik hem moest nemen. Ik dacht eerst met mijn hoofd misschien of nog aannemen. En ja, uiteindelijk dacht ik, schiet hem gewoon met links erin. Daar had je gewoon de tijd voor. Nou, ik zag dat ik heel erg vrij stond. En toen, ik begin dacht ik, oké, ik ga met mijn hoofd koppen. Maar en ja, uiteindelijk, ik zag geen buitenspel gelukkig. Nee. Ja, hier dacht ik, ik ga met mijn hoofd doen. En toen dacht ik, nou, ik doe wel met mijn linkervoet. Ja, ja, daar zit er mooi in, ja. Ja, en hoe ontzettend nodig was deze, hè? Want dat realiseerden jullie natuurlijk ook. En dat merk je ook aan als je ziet hoe er gejuicht wordt, die ontlading. Nou ja, dit is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Ik bedoel, we staan in een situatie waarin elk punt of drie punten heel erg belangrijk zijn. En ja, dit was weer een wedstrijd tegen een directe concurrent, kunnen we het noemen. Ja, des te mooier is het dan dat je hem wint en drie punten pakt, ja. Ja, want je bent natuurlijk een verdediger. Als je kijkt naar de kansenverhouding, maak je dan ook het meeste aanspraak op die goal? Ja, nee. Nee, totaal niet. We hebben, ik denk, deze wedstrijd niet heel veel gecreëerd. Wel heel veel kansen volgens mij weggegeven. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we drie punten hebben en de overwinning. En ik bedoel, morgen praat er niemand meer over hoe we gewonnen hebben. Het gaat er alleen om dat we gewonnen hebben. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor ons vandaag. Nee, morgen kunnen die supporters denk ik sowieso niet meer praten, want wat gingen die los, hè? Ja, mooi, hè? Ja, dat is wel... Gelukkig hebben we zo'n fanatieke aanhang en supporters. En dat is voor een speler alleen maar lekker om voor te voetballen. Dus heerlijk en van genoten. Ja. En dan die van Hendricks, die kans. Ik bedoel, daar was jij natuurlijk ook in de buurt. Ja, en wat dacht je toen? Ja, die dacht, oké, die staat helemaal vrij, dus die schiet hem erin. Maar volgens mij kwam tussen een verdediger en een keeper van ons. En ik dacht eigenlijk dat onze keeper of verdediger hem zou pakken. Maar ze liet hem allebei gaan. En ze schiet hem naast. Ja, gelukkig, want dan sta je hier. Hoe waren de afgelopen weken? Ja, wisselvallig. Ik bedoel, vorige week staan we 2-0 voor. Denken we ook van, dit trekken we over de streep. Alleen in 10 minuten geef je heel die wedstrijd weg. En de weken daarvoor hebben we laten zien dat we goed weerstand kunnen bieden. Maar ja, die win je dan niet. En dit was wel voor onze wedstrijd erop of eronder. En punten pakken en je een beetje vrij spelen van de onderste regio. Of nog verder in de shit gedrukt worden. En, gelukkig dat we nu de drie punten pakken. Ja.